Jordi, gefeliciteerd. Eerste overwinning van het seizoen. Vertel eens wat over de koers. Was hard ijs, zware koers. En zag wel dat iedereen direct wel echt gas aan het geven was. Alleen de verschillen waren nog klein. En richting later in de koers kwamen we toch ineens met z'n drieën goed van voren. En toen besloten ook door te trekken en hebben het goed gedaan. Ja, jullie waren onwijs sterker met z'n drieën in de kopgroep. Uitgelezen kans kan je niet laten gaan. Aan het begin was de kopgroep niet super gunstig. Jullie hadden er nog twee, jullie zaten met z'n tweeën bij. Ja. Sjoerd wist er ook nog heen te rijden in zijn eentje. Uiteindelijk sloot Chris Pijn ook nog aan. Was je blij dat Sjoerd erbij kwam? Ja, absoluut. Kijk, Sjoerd is super snel en dat geeft ons gewoon een extra wapen. En we moesten echt proberen, ik denk dat de kracht van onze ploeg is dat we overtal moeten proberen uit te spelen. En dat is vandaag heel mooi gelukt. Maar ja, goed, daar hebben we ook heel lang over gedaan dit seizoen, voordat we er vanaf van de nul af waren. Heeft jullie trainingskamp Tenerife daar ook nog mee te maken? Nou, ik denk wel dat we goed terug zijn gekomen, maar iedereen is goed. Dus mooi dat we het vandaag mochten pakken. Ja, gefeliciteerd. Mooie overwinning. Dankjewel.